Goedendag, we zitten vandaag in Siloam. En waarom zijn we hier? Omdat bewonerscommissie organiseert iets voor bewoners van Siloam. En dan zijn wij ook gevraagd om iets leuks met schilderen te doen. En waarom doen we dat schilderen? Omdat wij van plan zijn om een grote schilderwedstrijd in Hoofdriet te organiseren. En dan gaan we mensen die nog niet kunnen schilderen helpen. En dat doet Christina. Ze vertelt zo meteen wat ze doet. En de mensen die wel kunnen zingen, die kunnen eigen schilderijen foto van maken en bij ons op de Facebookpagina plaatsen. En dan nemen we contact met ze op. Maar voor die mensen die helemaal voor het eerst doen, daar heb ik Christina gevraagd. En Christina is een prachtige kunstenares uit Brielle. Uit Brielle, ja. En zij doet leuke vogeltjes schilderen. Ik ben Christina Faudo en ik ben beeldend kunstenaar en ik woon in Brielle. En Victoria die heeft me uitgenodigd om hier naar Hoogvliet bij jullie te komen om een workshop te geven. En toen dacht ik, ja, wat is nou een mooi thema in deze tijd? We hebben heel veel thuis gezeten in de tijd met de corona. En toen viel me op dat mensen veel meer oog hadden voor de kleine dingen. Dingen die in huis gebeuren, maar ook in de tuin of op je balkon. En toen dacht ik, weet je wat, we gaan vogels schilderen. En ieder op zijn eigen manier. Daardoor leer je ook veel beter kijken. Dus als je schildert, dan kijk je ook veel beter. Dus dan zie je precies hoe een musje eruit ziet, of een koolmees, of een ander beestje, een rood bosje. En dat zijn we nu vanmiddag aan het doen hier. Ja, ik heb al heel vaak geroepen dat schilderen kan iedereen. En dan dat zegt Christina dat ook, dat als je hoeft niet echt talent voor hebben, je kan gewoon proberen. En het is echt magisch. Ik zag heel veel mensen die nooit gedaan hebben en als eindresultaat prachtige schilderijtjes kwamen uit hun handen. Hoe kon dat? Nou, omdat het is inderdaad, het is een beetje magie. En het is zo dat als je schildert vanuit je hart, dat er dan altijd iets moois uitkomt. En het hoeft dan niet academisch goed te zijn, maar juist doordat je je gevoel mee laat spreken, komen er hele mooie resultaten. De een is heel goed in kleuren, de ander kan weer beter tekenen, de ander kan weer mooi mengen. Het wordt altijd prachtig en ik ben ook zo verrast weer door het resultaat van vanmiddag. En ja, ik hoop dat ik het jullie allemaal straks nog kan laten zien. Nou, kijk, deze is van Nick en hij heeft verschillende kleuren blauw gebruikt voor de achtergrond. En dan komt musje komt er prachtig in uit. Heb je echt prachtig gedaan. Heel mooi, mooie toets heb je gebruikt. Krachtig. Leuk mee te doen aan die workshop schilderen en ik heb dat gewonnen met het zingen met het Songfestival Hoogvliet van de oudere categorie uiteraard. En dan mocht ik iemand meenemen als ik dat wilde naar een workshop of voor het zingen of het schilderen, hè? Dus zangles of en dat is onze keuze hierop gevallen. Het was heel leuk om met mijn schoonzus mee te gaan. Zeer vereerd dat ze me vroeg en dat we dit samen hebben kunnen doen. Ja, heel leuk. Het was een prima begeleiding. En het was heel ontspannen, ja. Goede kunstenares, uitleg was mooi, ja. Schitterend. Ik zie daar twee mooie roosbosjes. Ja, hè? Ja. Stereo. Ja. 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 Ja, erg leuk. Ja, loftwind. Roosbosje is toch een van mijn favoriete diertjes. Ze zingen heel mooi en je ziet ze overal verschijnen. Ja. Ja, en het doet me altijd denken aan mijn overleden man. Ja. Dus loftwind zijn neer, Robin zijn neer, ben loftwind zijn neer. Dat was leuk toch, meiden? Ja, hè? Ja, ja, goed gedaan. Toch meenemen. Zijn we super trots op, hè? Gaan we ermee doen?
Ja, dat dacht ik ook, hè. De resultaten van schilderij van vandaag en die van woensdag en voor de die nog te komen, zullen op de Facebookpagina geplaatst worden. En ook natuurlijk wat ik gezegd heb, in bibliotheek Hoofdlied komen ze op de muur hangen. En dan kunnen alle mensen langs gaan en al die schilderijen bewonderen en misschien op ze stemmen, zodat de winnaar een leuke prijsje krijgt.